Er is een herregistratie van de particuliere lijnbussen in opkomst, zegt minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. De bewindsman geeft aan dat hem ter oor is gekomen dat bushouders en chauffeurs een verhoging van het tarief willen. De minister snapt dat iedereen een hoger tarief wil, maar dat gaat niet van een leien dakje, zegt hij. Er zijn heel veel problemen. Ja? Er zijn heel veel vergunningen verstrekt. Aan de ene kant willen ze verhogen. Aan de andere kant schreeuwt ook de NVB van hoe gaan we met de situatie om. En nogmaals, het is geen excuus. Maar binnen 6 maanden los je dit probleem niet op dat bijna 10 jaren, 11 jaren lang nooit echt aandacht aan is besteed. Er liggen rapporten zat op het ministerie van hoe de sector te gaan ordenen. Maar u mag weten dat we met zoveel problemen, uitdagingen met betrekking tot vergunningen, met betrekking tot contracten. Ik ben de laatste die daarover zal klagen, maar we zullen dit transparant maken voor de gemeenschap ook. Wie over hoeveel busvergunningen beschikt, welke bussen rijden. En we gaan ook met een herregistratie beginnen en dan mag de gemeenschap ook weten wie... Middels de herregistratie zal duidelijk worden over hoeveel vergunningen de bushouders beschikken. Op die manier zullen we zien wie terecht klaagt en wie niet, zegt de minister Jubitana. Dit is niet een probleem van 1, 2, 3 oplossen. We zijn nu ook bezig in clusterverband met het ministerie van Onderwijs, met NVB, TCT, om de routing, om ook het digitaliseren ervan goed in kaart te brengen, zodat we dit probleem structureel in 1 keer kunnen oplossen. Dat we afstappen van het objectsubsidie, dat we gaan naar subjectsubsidie. Maar dat is ook een vraagstuk binnen de regering, hoe we dit allemaal moeten aanpakken. We snappen het, de nood is hoog, maar niet voor hun alleen, voor ieder. En wat we vragen is wat geduld. En we zijn ze zeker niet vergeten. PLO is de eerste die ik heb ontvangen vanaf mijn aantreden en ook het meest mee heb gedeeld om zo ver te komen. Dus ja, als ze hun eigen tarieven willen hanteren, dat zal de zeker niet ik alleen de regering een besluit. En dat was dus minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. We spraken hem vanmorgen voor aanvang van de Raad van Ministers.